Hallo kijkers en welkom op een nieuwe gameplay van Planet Coaster. We gaan Pirates of the Caribbean Park doen. Die is nog maar recent geüpdate. Dus die komt van Rap Packs 77. Kijk maar in de workshop hier, Sam. Dat is dus de pagina waar we allemaal ook dingen wat ik heb gezien. Dus die heeft in totaal 16 coasters, 2 water rides, 2 park trains, 20 flat rides en over de 40.000 secret and building parts. Dus nog speciaal bedanken voor deze mensen. Oké, voilà, bij deze is dat nu ook gedaan. Oké, dus we gaan zijn pretpark eens reviewen van Rapex77. Ik zal zeggen, starten sandbox mode of zoiets. Ik weet niet. En dan doe ik ook nog zo graag mee met die cijfertjes getalletjes in de optelkanaal. We zitten nu terug aan 19, heel weinig dus. Dus ja, ik heb dus de pretpark al voor de eerste keer is er juist al eens geladen. En excuseer, ik heb ook juist gegeten. Oké, ik heb spaghetti gegeten. We zullen eens even kijken waar dan de ingang is van deze pretpark. Ik eens even kijken. Hebben die een ingang? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat hier de ingang is. De ingang is ook wel heel mooi gebouwd. Ziet dus ook. Oh, daar. Zag je die auto scheuren? Joink. Ga die echte garage zo in en dan. Ja. Lol, dat is wel mooi gevonden. En hier in een uitgebrande wagen. Oké, nice. Hier in een stukje rollercoaster gebruikt. Voor een. Ja, een brugje te hebben. Lol, dat is wel mooi gedaan. Oei, hier zijn ze aan het filmen. Of wat is dat hier? Een orkest. Wat staat daar? Ah ja, dus die worden dus hier nu in de spotlight gezet. Modern Consumer Channel 5 Gaming Tertra Gamer Knork Brillibi Pupifu Coaster Teddy Mackie 79 en Planko en Chill. Deze worden echt heel mooi in het daglicht gezet. Dus die hebben deze prepaai dus waargemaakt. Dus we gaan eens kijken hoe het juist zit. Oh, andere kant. Ja, ook oh, ietsjes terug. Ja, we gaan eens de ingang binnen gaan. Voilà, ça. Hier hebben we dan ook nog eens een mooie ingang. Wat is dat hier? Is dat hier de wc's of zo? Eens even. Want dat gaat hier zo naar omlaag. Oh. Ja, we moeten omlaag. Ja, ik kan niet meer verder omlaag gaan. Ik vind het heel raar. Even kijken, zo onder de grond. Zie, dus daar hebben we ook nog van alles. Ah, daar hebben we de monorail. Oké. De monorail. Dus daar gaan we eens even mee eens kijken. Hebben we daar ook thematisering rond? Oh, toch wel een klein beetje. Zo de ondergrondse thematisering. Daar is wel mooi naar gekeken. Hier zitten we al aan de volgende station. Amai. Leuk. Oké. Dat is dus onder de grond. Oké, dus daarom zijn die. Oké.
Eens even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier de eerste rollercoaster. De rollercoaster heet Parrot Skull. We zitten ook in de piratenwereld, dames en heren. Dus, maar ook de thematisering vind ik hier al echt een en al machtig. Echt waar. We gaan deze even op test mode zetten, stop testen. Eens even kijken naar de resultaten. Het duurt 81 seconden. Baanlengte is 864 meter lang. Maximum snelheid is 91 km per uur. De gemiddelde snelheid. De gemiddelde snelheid is 38 km per uur. De hoogste drop is 33 meter. De maximale G-force 2,66. Maximale verticale G-force 5,02. Oeh, die wil ik wel eens testen. Oké, we gaan eens mee met de treintje. We zullen het deze keer ook wel in de nacht ook laten rijden. Dus we gaan nu eerst zo wat rollercoasters doen overdag. Met een mooi muziekje. Oeh, nice! Een mooie drop. Wauw. En heel soepel dan nog wel eens. Oh, nice. Oké, ja, daar zou ik wel in wel durven te gaan. Ja. Zalige baantje. Wauw. Dat is wel mooi gedaan. Oh, zie dus hoe slom dat dat gaat. Oeh, hier nog een extra boost. Een mooie launch. Voor toch wel aan het station te kunnen aankomen. En ook deze demoralisering is wel echt heel mooi gedaan. Echt wel heel mooi. Station ook heel mooi afgewerkt en al goed gedaan. Deze mag terug open. Dan gaan we eens even kijken naar de volgende rollercoaster. Eens even kijken. Wel echt een heel mooie thematisering. Hier zijn de boomstammetjes. Oh, ik heb hier ook zo'n gondel voor van punt A naar punt B te gaan. Cool. En ook heel mooi gedaan. Oh, het thema heeft hij echt heel mooi aangehouden. Zelfs met deze skikarretjes. Ik noem dat gewoon skikarretjes. Wauw. Dat is echt heel mooi gedaan. Mooi. Van waar komt hij eigenlijk? Eens even kijken. Vandaar tot. Tot waar? Oh, hier zie ik het ook nog gaan. Hier is die ene perron. Hier helemaal ondergrond. Maar daar kan ik dus wel niet kijken. Dus, dan gaan we eens verder naar de boomstammen toe. De piratenboten. Oké. Ga ik mij even omhoog zetten. En dan gaan we eens naar de andere kaartjes toe. Dus die ik moet pas vertrekken. Trein 4 moet pas vertrekken. Oh, hier zit ook weer iemand te wachten. Hey. Wel, het station is ook weer al heel mooi uitgebouwd. Ziet dat eens aan. Oh, heel veel eten, fruit. Zal zeggen, geniet van deze attractie. Even iets bekijken. Wacht hè. Want ik hoor zelfs de muziek niet te goed uit door mijn boxen. Ik vind het wel raar. Play Soundpike in pause mode. Ja. Nee, mute niet al. Mute. Dan moet er niet gemute worden.
Nee, oké. Okay. Nu heb je echt de ervaring. De splash. Oh, daar zijn een haai. En een haai. Krokodil. Dat is een krokodil, hè. Ik zag ook vuurwerk in het park. Wauw. En dan gaan we opnieuw de lift op. Dat is gewoon gedaan. Ook de bommen en al. Heel mooi. En ook echt het thema aangehouden, hè. Daar is het vuurwerk. De skelet in. Oh, fucking hell! Ik had die puffen schieten. Mooi met die effecten en al. Oei, hier zijn ook nog piraten. Hé, piraten. Ja, ja. We zijn braaf. Oei, het is alweer al daglicht aan het worden. Opnieuw een lift, hè. Hoe lang dat aan deze baantje duurt. Wauw. En heel soepel. Gaan we weer al te splashback in? Nee, nog niet. Nog niet. Oh, zalig. Nee, er is zo geen knakjes erin. Echt heel soepel. Nu te splash. Nu wel, hè. Nu wel. Jawel, hè. Oh ja. Opsadri. We zijn lekker nat. En zo komen we terug aan bij het station. Het is wel echt heel schoon gemaakt. Dan gaan we eens door naar de volgende attractie. Dat is hier dat groene. Oh, ziet dat is hier heel mooi. Dit. Hoe heet deze attractie? Deze attractie heet For the Jungle Ride. Oké. Okay. Ah ja, we zullen eerst nog de vorige elementen erbij halen van die houten van de boot. Waar staan die elementen? Hier. Er staat het. Die duurt 279,2 seconden. Een totale treklengte, ja, die was redelijk lang. Een kilometer 37. Gaat als een, de maximum snelheid wat deze baantje haalt is 57 km per uur. De gemiddelde snelheid is 13 km per uur. En de grootste drop is 8 meter. Toch wel leuk, ja. Nu gaan we dus door naar het volgende achtbaantje. Dat heet de 4D Jungle Ride. We zullen deze ook eens even sluiten. Starttest, stoptest. Oké. Okay. Dus deze duurt 90 seconden lang. Is 906 meter lang. Maximum snelheid 109 km per uur. Amai, 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 amai. 36 km per uur is de gemiddelde snelheid. De hoogste drop is 46 meter. En de rest, dat ziet u wel, de statistieken. Allee, we zullen eens even meegaan met deze achtbaantje. Oké,
Oh, die moet nog juist weer gecontroleerd worden, of wat? Ja, die moest gerepareerd worden, blijkbaar. Holy shit! Seat one. Kom met een eigen muziekje, geweldig. Oh, daar ziet er weer wat een toffe achtbaantje uit. Oh my god. Die gaan we zeker eens testen. En daar staan twee luchtballonnen in de park. Welkom hier bij Planet Coaster van Psycho TV. Here we go. Come on, let's go. Hoi. Oh my god. Zalig. Zalig met dat muziekje erbij. Wel, deze wil ik ook wel eens nu in 's nachts doen. Die is even gauw in de nachtmode zetten. Pak 12 uur, dan is middernacht zeker. Ja, oké. Okay. 12 uur is middernacht, oké, okay, yep. Dan gaan we nog een keer doen. Here we go! De lift heel op. Oh, en met die lichtstraal, dat is ook gewoon geweldig. En je weet nooit wanneer dat je echt effectief boven bent, hè. Ik nu pas. Oh ja, oh ja, oh ja. Here we go again. Nu tijdens de nacht, ik zal zeggen, geniet ervan. Deze preparatie kan wel heel graf al de volledige 5 logo's krijgen van mij. Echt waar, wauw. Geweldig gewoon. Nu gaan we terug over naar daar. Dan zullen we eens naar de volgende coaster gaan die we daar zo langs hebben zien staan. Deze hier. Dat is de Power Jungle. Die duurt 66 seconden en 9. De totale treklengte is 341 meter. 641. Oké, ik weet niet wat hun daarmee bedoelen. De maximum snelheid is wel 37 km per uur. De gemiddelde snelheid is 35. En de hoogste drop is 28 meter. Ik zal zeggen, geniet ervan. Van deze test. Zowel dag als nacht. Hopelijk zit hier ook weer zo'n leuke muziekje aan. We gaan het zo meteen weten. Nee. Stijl omhoog. Wauw. Oh my god. En dan nog zo lang over kop blijven hangen. Zalig.
En dan zijn we vertrokken, hè. Oh, zalig. De first drop en dan een mooie looping erbij. Zalig. En die demarinisering is ook geweldig. Gaan we nog een keer of niet? Oh, nu nog langs achteruit. Wauw, zalig. Die blijft dan toch nergens hangen, hè? Hoop ik. Ja, die haalt toch die looping niet? What the f... Ja, die moet wel het sterkste van het train naar het station gaan. Ja. En dan stopt hem, maar gezien. Ja, wauw. Heel mooie attractie. Nu, ik wil die wel ook wel eens naast rijden. Kom. Hup, Satri, het is nacht nu. Wauw. Het is gewoon geweldig. Is het een van mijn favoriete attracties aan het worden? Nee. Nu gaan we nog even wel een klein stukje achteruit. Ja, wauw. En dan nu een klein beetje omhoog. Woppa. Daar gaan we nog een klein beetje nog naar de onderste boven. Een heel mooi baantje. Ja. Dan gaan we terug over naar dag. Eens even kijken wat we nu tegenkomen. Hier zie je nog een achtbaantje. Nee, deze hier. Dat is de Manta. Dat is wel een redelijke... Oké, mooi. Staat er dan dit wel op te zien? Dat weet ik niet. Langer dan een half uur? Dat kan. Dus even kijken. We gaan die normaal gezien. Hier, ja. Dat is de steel. Hebben we deze al gedaan? Nee, deze hebben we ook nog niet gedaan. Dus deze gaan we ook eens leuk eens doen. Stoptest. Die duurt 155 seconden lang. De treklengte is 1568 meter lang. Maximum speed is 95 km per uur. De gemiddelde snelheid is 36 km per uur. En de grootste drop is 35 meter hoog. En de rest lees je wel vanzelf. We gaan deze eens leuk eens testen. We zullen daar ook eens mee ingaan. Zowel 's nachts. Mooie thematisering. De ketting lift op. Komen we dan daar nog een tweede keer voorbij, want daar ligt nog een kettinglift aan de andere kant, aan die kant. Zien jullie het? Oh ja. Oh my god. Oh, nice drop. Oeh, lekker tonken. Je ziet echt niks meer. Dat is wel jammer. Je hoort het wel. Ik denk dat dat wel een hele leuke spektakel is als je er zelf in zit. Lange baantje. Wow, weer al een mooie looping en een corkscrewtje. Hier naar de remmen toe. Zijn we dan al terug aan het station? Nee, toch hè. Nee, een tweede keer dus omhoog.
Maar we gaan zelfs ook wel dag, in de dag spelen hoor. Ik ga even hier heel snel terug op nacht zetten. Oh. Excuseer. Voilà, we zijn terug vertrokken. En nu aan de tweede kant. Ja, er mocht wel iets meer verlichting aan de pas komen aan deze attractie. Dus wil ik hier. Door remmen. Oh, weer een mooie kerkstroom. Dan mooi terug in het station. Ja, dan zullen we deze ook eens leuk bij de dag spelen. Wacht hè, AM, PM dan. Voilà. Tijdens de dag gaan we het spelen dan. Oh, hier staat ook een heel mooie thematisering. Wauw. Oké, hoe gaat dat geven over een dag? We gaan zo meteen vertrekken, denk ik. Als de andere kar redelijk ver dan op de baan is, denk ik, dat we dan kunnen vertrekken. Wat hè? Zelfs. Oké. Ja, we gaan dus eindelijk vertrekken. De eerste lift. Doen we bijna hetzelfde aan. Nou, we zijn hier nog aan de voorbij aan het steken. Oh ja, dat weet ik al. Oh, een hele mooie waterval. Hier zie ik toch wel iets meer van de trek. Hier weer al iets minder. Wauw, we hadden heel veel keren over kopwaal onder de grond. Tussen de rotsen. En blijft wel een mooie baardje hebben, deze rollercoaster. Het is wel leuk. Ik zal het ook in het echt gaan doen. Als mijn rug beter is, hè mensen. Hier weer al in de remmen, waarom? Om wel voor in de ketting te kunnen geraken. Dan gaan we weer al getild worden. Normaal gezien moet er dan die tweede trek hier langs ons komen te staan. Dag Jimmy. Zit, daar is een andere, Jank. En dan opnieuw die mooie drop. Tussen de bobbaan door. Het is wel echt heel mooi gedaan. Als in de prep-ike waar je echt heel erg lang moet vooruit trekken. Voor ook voor een review te geven en al met al die 8 banen en al. Zijn er 16 hè mensen. Wauw. Die kroksproefjes en al. En dan mooi terug in het station. Heel leuk gedaan. Heel mooie thematisering en al. Dan gaan we eens door naar de volgende.
De Piratenskull. Starttest. We gaan deze eens testen. Ah, die hebben we al gedaan. Ja, die hebben we al gedaan. Dus die was echt ook heel leuk. Moet het ook maar niet te lang maken hoor, deze gameplay. De Double Loop. Ik dacht dat we die al hebben gedaan, maar ik ben niet zeker. Dan gaan we die eens testen. We gaan wel een treintje nemen die pas vertrekt. Ja, hier. Voilà. Even geduld hebben voor te kunnen vertrekken. Manneke. Ja, je mocht op start drukken. Anders is oké. We kunnen vertrekken. Oeh, de microfoon. Ben ik toch wel blij dat het niet zo druk is vandaag in het pretpark. Dat ik direct overal in kan. En here we go. De Double Loop staat er zelfs op die achtbaantrein. Dat is wel echt heel mooi gedaan. Tot op de details gelet, daar hou ik juist van. Daar hou ik echt juist van. En dan gaan we daar naar de eerste looping. Woehoe! Tweede looping. Woehoe! En dan de corkscrew. Ja, natuurlijk. En dan nog eens naar de andere kant. Wauw. En dan wauw, tussen de decorstukken door. Wauw, 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 wauw. Korskroeken. Oh, dat is niet gedaan. Wauw. Oh. Ja, hier zal ik wel ook wel in durven. De Double Loop. Mooi, mooi, mooi gemaakt. Dan gaan we eens door naar de volgende Manta. De Manta. Wat is Manta? We gaan eens even bekijken, hè. Is ook een achtbaan. Ook met een dubbele looping. Oké, dus we zitten al op de lift hill, dus we zijn al direct vertrokken. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ben zit er nu wel door aan het jagen, of anders gaat deze, jawel, deze gameplay toch wel redelijk lang ook duren. En dat willen we ook weer al niet. En nu zijn we boven. Here we go, jawel. Zalig, dat doet me denken aan trek aan Alton Towers. Ja. Thematiseringen, al is gewoon echt machtig af, hè. Oh my god, we gaan hier tussen een haai of wat? We worden opgegeten door de naai. Au, jam 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 jam. Dat kan nog lekker zijn voor die naai, hè. En nu rustig terug naar station, zeker. Dat is wel echt heel mooi gedaan. Ook over de paden en al van het pretpark. Dat is goed gedaan. Ja. De Manta. Dan gaan we eens door weer al naar de volgende Imbua of zoiets. Is dit ook een rollercoaster? Ja of nee? Eens even kijken. Dat is een... van de bootjes of wat dat ook is. Ik weet het dus niet. Ah, dat is zo voor op objecten te kunnen schieten. Ziet die slang hier? Oh, deze rit gaat echt heel lang duren, denk ik. Oh.
Even naar de statistieken kijken, hoe dat gaat deze retouren. Oh, dat valt nog mee. Ah, fuck, ja. Maakt niet uit. Shit. Oké, daar gaan we niet in mee, hè. Dus we zijn voor de rollercoasters gekomen en dan blijven we daar ook bij gaan. We gaan, welke naam had ik juist gezegd? We gaan nu naar de Munsters toe. De Munsters, dat is een soort houten achtbaan, zie ik. Ik ga er eens op inzoomen. Ja, een soort houten achtbaan. Munsters. Gaat het ook met, zeg het, ook met de thema-singen zijn? Deze attractie duurt maar 58 seconden, is een lengte van 556 meter lang. De maximum snelheid is 90 km per uur, de gemiddelde snelheid is 34 km per uur en de hoogste drop is 24 meter. Ik zal zeggen, geniet ervan. Oh, de technieker was juist weer langs gekomen. Moet kunnen. Dan gaan we zo meteen vertrekken. Als de technieker volledig buiten is. We gaan vertrekken. Gewoon eens opstijgen. Amai, de lift gaat wel redelijk snel. We zijn snel boven, amai. Dat moet ook wel. Wel van dat dat zo'n korte baantje is, maar toch, wow. Wel soepel, mooi met de decoratie, mooi onder de grond met, oh, met die effecten en al, geweldig. En dan nog in een bel, onder de rotsen door, nice. En ook heel veel keer dit, hè, dat je die airtimekjes hebt, wauw, echt geweldig. Geweldig gemaakt. Steeds maar terug open. De Munsters waren we nu aangekomen. Dus wat is nu het volgende? Munsters, Munsters, de Munsters. De piratenboten. Die hebben we al gedaan. Dan gaan we de Kraken River doen. Nee, we gaan geen riverbootjes doen. Dus ik denk dat we de rollercoasters allemaal hebben gehad. Ja, we hebben de rollercoasters allemaal gehad. Ik hoop dat jullie er wel hebben van genoten. De thema-serie in al, ik vind het gewoon echt af en al zit dat is hier wat je hier ook weer al hebt. Het is echt heel mooi afgewerkt. Wauw. Ik vind het echt heel mooi. Dit is hier ook het leger, of hoe noemen jullie dat, van Engeland, die staan daar ook zo mooi op de dingen. Oh, daar gaat je, oh, als je aan het kaarten zit, gaat je ook door een haai opgegeten worden. Hier zijn ook nog boomstammetjes. Er is hier gewoon te veel om een ene replay te kunnen waarmaken. Dat vind ik wel jammer. Hier nog een haai. Wauw. Hier, oh, dat is ook wel schoon. Een mooie boot. Wauw. Precies dat hij de boot kwam opeten. Oh, je hebt hier echt gewoon te veel. Je ziet hier ook nog een luchtballon. Hier heb je ook nog een luchtballon. Deze hebben we precies nog niet gedaan. Nee. Deze is dus even een schoon doen. We moeten juist aan een station. Oké. Wel met de thematisering en al, dat is echt ook gewoon mooi gedaan. Dan hebben we straks iets vertrekken. 3,
2, 1. Nu. Hoe snel gaat de lift aan? Gemiddelde snelheid, normale snelheid, ik zal zo zeggen de normale snelheid. En dan mooi over het water. Kijken we hier ook een effect. Wat een rustige attractie, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Als je echt heel veel wilde attracties hebt gedaan, dan is deze wel de moeite om in zo wat uit te blazen. Een heel mooie pretbaantje. Maar wat ik dan daar ook zag, is... Nog een rollercoaster, dacht ik. Hier zo ergens, nee. Deze park, die heeft zoveel. Zit hier ook. Hebben we deze al gedaan? Waarschijnlijk wel, ja, die hebben we al gedaan. Ik ben nu zoals rond aan het kijken. Ah, deze zag ik. Ja, die hebben we ook al gedaan. Ja, en dan heb je de go-kartjes, de boomstammetjes. Gewoon echt heel veel dingen om te doen. Je zult u niet rap vervelen hier in deze pretpark. Nee. Hoeveel dingetjes ga ik... Ik zit niet meer op de ramp bij de Rode Kruis, dus voert erbij. Dus, hoe moet ik het zeggen? Hoeveel logo's geef ik deze pretpark? De volle 5 logo's. Proficiat. Doe zo door. Er kan nog altijd wat dingen bijgeplaatst worden. Nieuwe dingen gedaan worden. Dus ik zou zeggen, stop er nog niet mee en breid uw kanaal nog verder uit. Oei. Oké. En dan zeg ik tot later allemaal. Yo yo. En alle informatie vind je ook terug op www.sakotv.be van ook van deze pretpark. Yo.